達デルビー。Time for the lesson. Wat ga je vandaag leren? Je gaat leren hoe je in het Japans zegt ik wil iets wel, ik wil iets niet. Bijvoorbeeld, je zegt ik wil naar Osaka, ik wil niet naar huis, omdat ik ben een face-based net als Ans. Ans, jongen, ze wilde me alleen maar absinthe geven om te drinken. Ik zei, jongen, ga weg man, ik ben te oud voor die dingen. Of hoe je leert zeggen, ik wil takoyaki eten. Iresene. Nou, laten we bij het begin beginnen. Hoe zeg je in Japans, ik ga takoyaki eten? Even de basic. We gaan even de basic neerleggen. Dat zeg je als volgt. Ik ga takoyaki eten in het Japans is takoyaki o tabemasu. Oké, okay? Takoyaki. Oh, tabemasu. Echt, het is gewoon basic, basic, basic. Takoyaki is een gerecht in Japan. Dat zijn van die balletjes wat je hier op die afbeelding ziet. Dat zijn van die balletjes en er zit octopus in. En in het begin vond ik het echt helemaal niks, want er zit vet veel saus op. Maar het is wel geinig. Nu ben ik het wel gewend. Tabemasu is het werkwoord voor eten, oké? Okay? Dus... zeg in Japans, hoe zeg je dan in Japans, ik wil takoyaki eten. Dus ik niet, ik ga takoyaki eten, maar ik wil takoyaki eten. Nou, ik zei net, ik ga takoyaki eten is takoyaki o tabemasu. Ik wil takoyaki eten is iets anders, takoyaki ga tabetai. Zie je het verschil? Ik ga takoyaki eten is takoyaki o tabemasu. Ik wil takoyaki eten is... takoyaki ga tabetai. Oké? Okay? Ik zal een ander voorbeeld geven. Ik wil sushi eten is sushi ga tabetai. Dus nu is het easy. Het enige wat we doen is we vervangen die takoyaki met sushi. En stel je wil pinda's eten, dan zeg je peanuts ga tabetai. Easy toch? Peanuts ga tabetai. Stel je bent in het vliegtuig, Lea. Ik zweer het jongen, we waren in het vliegtuig. Lea die zoveel honger, de hele tijd ging ze die stewardess vragen. Ik wil pinda's eten. De hele tijd zei ze peanuts ga tabetai. Dus, hier ga ik een aantal woorden geven. En dan mag jij het juiste antwoord selecteren. Hoe je in het Japans zegt dat je iets wil eten. Oké, okay, laten we eerst gaan voor ramen. Hier zie je de gang in Kansai. Ze staat allemaal ramen te eten. Volgens mij staat ook gyoza te eten. Oké, okay, hoe zeg je in het Japanese? Ik wil ramen eten. Je gaat het nu op je scherm zien verschijnen. Bam! Kies het juiste antwoord. Kies het juiste antwoord. Wat jij denkt dat juist is. Even kijken wat jullie allemaal zeggen. Hey Dunksy. Ik zie wat technische storing bij mensen, of niet? Is er een beetje lag of zo? Even kijken, de vraag is dus... de vraag is dus, hoe zeg je in Japans, ik wil ramen eten. Is dat antwoord 1, ramen o tabemasu? Is het antwoord B, ramen ni tabetai? Of is het antwoord C, ramen ga tabetai? Welke zal het zijn? Welke zal het zijn? Jammer, Ansi, dat ik niet kan zien welke antwoord jij hebt gekozen. Oké, het juiste antwoord is... antwoord C. Ramen ga tabetai. Want antwoord A... betekent ik ga ramen eten. En antwoord C is ik wil ramen eten. Oké? Okay? Tabetai is ik wil eten. Tabemasu, ik ga eten. Oké, okay, dus 88% heeft het goed. 88% heeft het goed. Hopelijk kunnen we dat verbeteren. Ik vind 88% vind ik al heel goed. Maar we gaan kijken of we het kunnen verbeteren. Hoe zeg je in het Japans ik wil gyoza eten? Hoe zeg je in het Japans? Ik wil gyoza eten. Ziet niet op het scherm. Ziet drie antwoorden verschijnen.
Eentje is gyoza ga tabetai des. Oh shit, ik heb die des hoefde niet. Vergeet die des. antwoord B is shiro wa debi des. Dat kan ook. Of antwoord C, gyoza o tabemasu. Dus let goed op, hè. Ik wil, is in de vraag. Dus, gyoza ga tabetai des. Vergeet die des, die had ik daar niet moeten zetten. Dus, doe alsof daar staat, gyoza ga tabetai. Is het antwoord B, shiro wa debu des? Of is het antwoord C, gyoza o tabemasu? Welke zal het zijn? Welke zal het zijn? Wat zit hier nou allemaal in Hoekshiro? Jermaine. The main man. Trouwens, Jermaine. Hey Jermaine, ik ga jouw vlog promoten. Jermaine, die was met ons mee naar Japan. En hij heeft vet veel gefilmd. En hij heeft allemaal vlogs gemaakt. Hey Jermaine, plaats een link van je vlog. Laat de mensen genieten van je Japan vlogs. Het is echt grappig. Ik ga helemaal stuk. Vooral die van gisteren. Met die pooltafel. Oké. Even kijken. Laten we de antwoorden doornemen. Antwoord C. Gyoza o tabemasu. Dat is ik ga gyoza eten. Dus dat is niet goed, hè. Antwoord B. Is shiro's een dikzak. Ik reken dat niet fout. En antwoord A. Gyoza ga tabetai des. Ik wil gyoza eten. Dus antwoord A of B vind ik allebei goed. En 94% heeft antwoord A. Dus net hadden we 88% had het goed. Nu heeft 94% het goed. Dus jullie zijn tijgers. Jullie zijn allemaal 1 voor 1 stelletje tijgers. Even kijken naar het volgende. Nekusto. Is het easy toch? Oké, ik ga even een duimpje aanzetten. Als jullie er nog zijn. Als jullie het nog volhouden. Doe een duimpje omhoog. Als je zoiets hebt van. Nee, het is te moeilijk. Het gaat te snel. Ik snap er geen moer van. Doe dan een duimpje omlaag. Laat me even peilen. Laat me een slokje water nemen. Weten jullie trouwens al welke manga je vandaag kan winnen? Het is of die ene yaoi manga. Volgens mij is het Love of the Last Day. Heet het. Door Saeko Kamon. Saeko Kamon. In Japans is het Saigo no Hi. No Koi. Saigo no Hi no Koi. En in Japans is het Love of the Last Day. Ik weet niet of iemand team yaoi is. Ik heb ook een One Piece manga voor je. Het is volume... Even kijken, wat was het hier? 52 of zo? Ja. Volume 52. One Piece. En ik zie een, Mashimoshi Rurumo. Deze had Simon 6 volgens mij uitgekozen. Dit ziet er heel onschuldig uit. Het lijkt op een klein meisje die een heks is. Het zijn allemaal in Japans trouwens, dus niet Engels of zo. Dus doe al kana meisje erbij. Anders kan je niet lezen. Even kijken. Oké, cool. Is easy toch? Oké. What about plekken? Hoe zeg je dan in het Japans? Ik wil naar Japan gaan. Hoe kan je dat zeggen? Nou, dat zeg je als volgt. Nihon. Ni ikitai. Nihon is Japan. Ikitai is ik wil gaan. Oké? Dus let op. Nihon ni ikitai. En wat we net hebben geleerd is... bijvoorbeeld, ik wil sushi eten. Is sushi ga tabetai. Maar als je het hebt over plekken, dan gebruik je een ni in plaats van een ga. Waarom? Die ni geeft richting aan. Oké? Dit is allemaal grammatica. Dat hoef je niet per se allemaal goed te begrijpen. Daar is een online cursus voor. Maar onthoud gewoon, ni is voor richting. Met plekken. En ga is in dit geval met als je iets wil eten. Oké. Hoe zeg je in het Japans, ik wil naar Nara gaan? En hier zie je een foto van Big Mike. Met de professionele fotograaf Ansi. Hier zie je een foto van Bonesy. Ik vond die foto zo mooi van Ansi, dat ik ze maar heb gepikt. Hoe zeg je in het Japans, ik wil naar Nara gaan?
Oké, je gaat nu een vraag zien verschijnen op je beeld. Kies wat jij denkt dat het juiste antwoord is. Even kijken. Even kijken. Ik wil aanmelden voor de live lesson. Over welke live lesson heb je het? Even kijken. Wauw, jullie hebben het goed, man. 94% heeft het goed. Maar ik wil meer. Ik wil meer votes. Er zijn vet veel mensen die nu in deze webinar aanwezig zijn. Maar ongeveer twee derde doet nu mee. Ik wil dat iedereen meedoet. Maakt niet uit of je het goed hebt, maakt niet uit of je het fout hebt. Gewoon meedoen. Ik zie dat 95% het nu goed heeft. Oké. Dus, laat even alle antwoorden langs gaan. Antwoord A. Nara ga ikitai. Antwoord B. Nara ni ikitai. Of antwoord C. Nara ni ikimasu. Nou, antwoord C betekent ik ga naar Nara. Antwoord A, ja, dat betekent eigenlijk niks. En het juiste antwoord is antwoord B. Nara ni ikitai. Oké? En ik zou je echt aanraden, volgende keer als je naar Japan gaat, ga naar Nara. Dat is echt vet. Oké, we zeggen in het Japans, ik wil naar Kyoto gaan. Komt de volgende vraag. Ik wil, niet. Oké, wat we nu gaan doen is de Nari-test. Oké, iedereen stoppen met typen. Stoppen met typen. Niet typen. Oké, jullie mogen allemaal het juiste antwoord. Jullie mogen allemaal het juiste antwoord typen, maar nog niet op enter drukken. Dus, de vraag is, hoe zeg je in Japans? Ik wil naar Kyoto gaan. Typ alvast het juiste antwoord, maar druk nog niet op enter. Dan ga ik zo meteen aftellen. 3, 2, 1, 0. Zodra ik zeg 0, dan mogen jullie allemaal op enter drukken. En dan wil ik allemaal het juiste antwoord zien. Oké? Ik zal je nog één keer een hint geven. Oké? Maar die ga ik echt maar 2 seconden laten zien. Oké, hint. Komt-ie. 1, 2. Oké, dat was de hint. Typ eerst het antwoord, maar nog niet op enter drukken. Oké, volgens mij is er lag vanavond. Ik weet niet hoe dat komt, maar we zullen het zien. Oké, typ het juiste antwoord, maar nog niet op enter drukken. Ja, jullie krijgen nog een paar tellen van me. Oké, ik ga even flink uitzoomen. Dan kan ik alle antwoorden zien als het goed is. Oké, ik ga aftellen. Dan mogen jullie zo meteen op enter drukken, ja? Typ alvast het juiste antwoord. Ik ga aftellen, oké. En als je die manga wil winnen, moet je wel meedoen trouwens, hè. Dus we hebben die One Piece, we hebben die Yaoi en we hebben die kleine heks. Oké, gaan we dan. 3, 2, 1, go! Melanie heeft hem goed. Dave heeft hem goed. Emma heeft hem goed. Lynn heeft hem goed. Celine heeft hem goed. DJ heeft hem goed. David heeft hem goed. Sander heeft hem goed. Michael, ja. Welkom Michael. Michael Haan. Michael, je hebt het op zich wel goed en zo. Alleen let op die Kyoto. Heeft daar een lange klank. Tamtaro heeft hem goed. Tenshi heeft hem goed. Oh, Feline. Lekker hoor. Jordina heeft hem goed. Demi heeft hem goed. Jermaine heeft hem goed. Danny heeft hem goed. Jacqueline heeft hem goed. Michaela heeft hem goed. Isaac heeft hem goed. Amber heeft hem goed. Obi, Bram, Kenobi heeft hem goed. Damn, het gaat zo snel. Ashley heeft hem goed. Electric heeft hem goed. Hoa Viet heeft hem ook goed. Oi, China heeft hem niet goed. Even kijken. Michela heeft hem. Ja, die. Ja. Nando. Oh shit, Nando heeft nog uitgebreid ook nog. Lekker hoor. Gerson heeft hem goed. Stefan heeft hem goed. Daniel heeft hem goed. Amber heeft hem bijna goed. Let op die. Er zijn 2 Ambers trouwens. Amber zonder foto. Het is wel goed dat je in kana schrijft, alleen zijn lange klank, die kyo.
Langza. Amber met foto heeft hem goed. Scarlett heeft hem goed. En ja. Oi, Tiana heeft hem ook goed. Leonel heeft hem ook goed. Ja, guys, jullie zijn allemaal zo goed. Vera heeft hem ook goed. Ine. Dus. Kyoto. Ikitai. Kyoto. Ikitai. Zo schrijf je het. Oké? Goed bezig, mensen. Priscilla heeft hem ook goed. Johnny Hebby heeft hem ook goed. Kenny, Nihon Nikitaika. Ilse heeft hem ook goed. Samantha heeft hem ook goed. Melissa, ook goed. Ja, man, jullie zijn allemaal zo professioneel. Even kijken. Waar is mijn Sraido? Oh ja, maar hoe zeg je dan in het Japans? Ik wil niet naar Kyoto gaan. Stel je bent een Kyoto-hater. Je hebt helemaal niks met die geisha. Je hebt helemaal niks met die tempels. En Kyoto is mooi, man. Maar zij heeft helemaal niks daarmee. Hoe zeg je dat? Nou, je weet hoe je zegt. Ik wil naar Kyoto gaan. Dat is Kyoto ni ikitai. Wat we dan doen. In plaats van Kyoto ni ikitai. Maken we van Kyoto ni ikitakunai. Als je goed oplet. Zie je dat de laatste i verdwijnt van ikitai. En we plakken erachter kunai. Dus, voor een ander voorbeeld, Tokyo ni ikitakunai. Ik wil niet naar Tokyo gaan. Kyoto ni ikitakunai. Ik wil niet naar Kyoto gaan. Oké? Easy toch? Hoe zeggen we in Japans? Ik wil niet naar Osaka gaan. En als je dat meent, dan moeten we echt matten. Want Osaka is mijn stad. Oké, je ziet het nu verschijnen op je scherm. Hoe zeg je in Japans? Ik wil niet naar Osaka gaan. Is het antwoord A, Osaka ni ikimasu? Is het antwoord B, Osaka ni ikitakunai? Of is het antwoord C, Osaka ni ikitai? Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Dit is een trick question. Nee, grapje. Geen trick question. Hey Ansi, volgens mij heb ik jetlag, man. Iedere dag slaap ik al om 9 uur. En word ik 5:30 wakker. Wauw, Michela. Goed bezig, hoor. Damn, 100% heeft hem goed? Hoe kan dat? 100% heeft het goed. Dat heb ik nog nooit gezien. Of zitten jullie allemaal mij gewoon te pesten om te zeggen dat jullie niet naar Osaka willen gaan? Damn, 100% heeft hem goed. Wauw. Dat zie ik voor het eerst vandaag, mensen. Oeh. We doen het beter als je knap gezicht ons niet afleidt. Aha! Shit. Snel de cameraatje weer fixen. Je moet de mensen geven wat ze willen. Oké, guys, jullie zijn zo goed. Jullie hebben het 100% goed toch. Oké, hoe zeg je, ik wil niet naar de meetcafé gaan? Hopelijk is Simon Says niet in deze webinar. Dan gaat hij boos op me worden als ik dit zeg. Maar ik zal je eerlijk zeggen. Ja, ik ben ook naar de meetcafé geweest. Simon rechts is mijn boy. Vorige keer was hij mee naar Tokio. Dit keer was hij mee naar Osaka. Hij doet alle cursussen. Hij is heel goed bezig met zijn Japans. En toen we dit keer in Kansai waren, voordat we naartoe gingen, zei hij, Nari, je moet echt mee naar meetcafé. Ik zei, ja, jongen, ik weet niet. Ik ga, het is niet echt mijn ding. Jongen, je gaat gewoon mee. Het is vet leuk. Het is geniaal, hoe hij dat zegt. En je gaat gewoon een keertje mee. Dus iedere dag ging hij naar een meetcafé. Had hij allemaal ingepland. Netjes met de groep overlegd. Maar wie wil mee? Hij had allemaal gereserveerd. En ik zei steeds, nee. Ik ga niet. Want ik had druk of zo. Maar toen had ik een... We gingen één keer drinken in een bar. En het werd een lange avond. En toen zei ik tegen mijn mensen in de WhatsApp groep, yo, kom naar de bar, chillen. Toen kwam Ansi, Thirsty en Simon Says kwamen naar de bar. En ik had al een paar op. En toen zei ik tegen Simon, want zo dronken was ik. Toen zei ik tegen Simon, weet je wat? Ik beloof jou, voordat we naar Nederland terug gaan, ga ik met jou mee naar de meetcafé. En ik werd wakker. En ik dacht, nee, heb ik dat beloofd?
Maar goed, I'm a man of my word. Dus, en hij was het niet vergeten, helaas. Dus volgende ochtend, volgende dag, appte Simon maar, yo, ik heb gereserveerd, meetcafé. Ik zei, oké, is goed. Dus ik ging met hem mee. En het was best wel geinig eigenlijk. Het was niet zo, het is best wel grappig, die meetcafés. Gewoon om een keertje te zien. Het is niet, ja, ik denk niet dat ik echt iedere keer ga of zo. Eén keer was al genoeg. Maar het is wel geinig. Dus, voor, even kijken. Hoe zeg je nou in het Japanese, ik wil niet naar de meetcafé gaan. En dan zie je nu allemaal dingen verschijnen op je scherm. Is dat A, meido café ni ikitai? Is het B, meido café ni ikitakunai? Of is het C, meido café ga daisuki? Welke zal het zijn? Jimin Chinko Machine. Hé hey Michael, welke Michael ben je nou? Ben je Michael Haan of ben je een andere Michael? Oh, het is Michael Haan. Damn, Michael Haan, leef je nog? Hé hey Michael Haan, we hebben nog steeds niet jouw bier opgedronken. Michael Haan is een van onze studenten. En hij is met ons meegaan naar Tokio. En toen we terugkwamen van Tokio, toen kregen we een cadeau van hem. Een vet mooie bier. Maar we hebben nog steeds niet opgedronken. Dus heel speciaal. Waard voor een speciaal gelegenheid. Oké, 97% heeft het goed. Ik denk dat één iemand, misschien was het Simon, die heeft antwoord C gekozen. Meido café ga daisuki. Hoe Shiro het zou zeggen. Ja mensen, jullie zijn allemaal zo professioneel. Antwoord A is meido café ni ikitai. Betekent ik wil naar een meetcafé gaan. Antwoord B, meido café ni ikitakunai, ik wil niet naar een meetcafé gaan. En 3 is meido café ga daisuki. Dus ik hou vet veel van meetcafés. Oké. We zijn er bijna, guys. We zijn er almost. Oké. Damn, Michael Haan. Michael Haan, daarom ben je in deze webinar. Je weet dat je een Yaoi manga kan winnen. Daarom ben je gelijk bij de webinar. Is dat het, Michael Haan? Michael Haan. Ja, Dunksy. Jij let op hè, wie allemaal goed bezig is. Oké. Hoe zeg je in het Japans? Ik wil geen natto eten. En dit is trouwens een foto die ik heb gepikt van Lise. Volgens mij. Lise is onze Kotatsu vegan. Zeg je in het Japans, ik wil geen natto eten. Is dat A, natto ga tabetai? Is het B, natto ga tabetakunai? Of is het C, natto ga oishii? We zijn er bijna, guys. We zijn er bijna. Hou vol! Natto is echt goor. Ja, jongen. Hey, natto is zo smerig, maar... Ja, ik vind het zo vies. Maar Haneda, onze reislijster die dit keer mee was naar Japan. Zij vindt natto helemaal geweldig. Ze was laatst bij Kotatsu op kantoor. En toen vroeg ze... sorry, mag ik het vragen? Ja, tuurlijk. Mag ik natto eten hier? Ik dacht, hoe ga je natto eten? Dan ging ze, ja, ik hou er gewoon van. Dan ging ze naar de magnetron. Ze ging natto in de magnetron doen. Hey, die geur wat er vanaf komt, jongen. Ik weet niet hoe Japanners dat kunnen eten, maar ze zijn helemaal gek op. Ik vind het echt geweldig. Ik heb het één keer moeten eten als Bats Game. Hé, hey, Jermaine, dat is wel een goeie. Natto Bats Game. Even kijken. Wie het allemaal goed heeft. Oké, 97% heeft het juiste antwoord. Goed bezig, mensen. Goed bezig. Hoe zeg je in het Japans? Ik wil naar Osaka Castle gaan. Dit is de gang, de Kansai Gang bij Osaka Castle. En ja, dat was echt leuk. Wel minder leuk, want daar buiten waren allemaal vogels. En Lea en Bomsi, die gingen allemaal die vogels allemaal eten geven. En er kwamen al 1000 vogels op hun af.
Zij vond het allemaal geweldig, maar ik ben niet zo'n liefhebber. Toen kwamen ze allemaal naar mij toe. Gingen ze al die vogels op mij proberen te zetten. Nee jongen, ga weg met die vieze dingen. Dat is wel jammer, maar goed. Oké, hoe zeg je in Japans? Ik wil naar Osaka Castle. Is dat 1? Osaka Joni ikimasu? Is het B? Osaka Joni ikitakunai? En Osaka Jo betekent trouwens ook Osaka Castle. Of is het C? Osaka Joni ikitai? Welke zal het zijn? Welke zal het zijn? Welke zal het zijn? Hey Dunksy, let je wel op. Oké. We zijn er bijna, guys. Osaka Jo ni ikimasu. Hebben ze maar gekozen. Dat betekent ik ga naar Osaka Castle. Osaka Jo ni ikitakunai is ik wil niet gaan naar Osaka Castle. En het juiste antwoord is inderdaad Osaka Jo ni ikitai. 89% heeft het goed. Stel dat je tijgerzielen zijn. En de laatste vraag van vandaag, van vanavond. En deze mogen jullie typen. Deze heb ik ook van onze Ramen Junkie gekopieerd van Lise. Dus jullie mogen allemaal typen, maar niet op enter drukken, niet op enter drukken. Hoe zeg je in Japans, ik wil ramen eten? Ja, wie zal het goed hebben? Jullie gaan geen hints meer van me krijgen, dus we zullen het zien. Oké, jullie mogen alvast typen, maar nog niet op enter drukken. Ja, als je op enter drukt, jongen, je bent gelijk gedisqualificeerd. Typ het alvast, maar druk niet op enter. En dan gaan we ook zometeen zien wie het allemaal goed door heeft. Haha, Slea. Oké, type hè. Hoe zeg je in het Japans? Ik wil ramen eten. Dat is heel belangrijk, weet je. Straks loop je rond in Tokio, of je loopt rond in Osaka, of je loopt rond in Kyoto, of in Hokkaido, of in Sapporo, of waar dan ook. En je wilt ramen eten, weet je. Dus je wilt het kunnen zeggen. Zeg van, yo, ik wil dit eten. Dan moet je wel weten hoe je dat zegt. Maar ja, jij studeert bij Kotatsu. Dus ze gaan allemaal kijken van, oh, you're so good. You're Japanese, so good. Zeg je, ja, sowieso. Ik studeer bij Kotatsu, denk jij dan. Oké, allemaal typen. Volgens mij zijn jullie wel. Ik ga zo meteen aftellen. Hoe zeg je, ik wil ramen eten in Japans. Oké, guys. Ik ga weer lekker uitzoomen. Want ik ga weer 1000 berichten zien. Oké. Mensen, maak me trots. Maak Nari-sensei trots. Jullie waren een hele goede groep vandaag. We gaan het ook lekker goed afsluiten, oké? Ik ga aftellen. Oké. 3, 2, 1, go! Even kijken, wie is hem goed? Tamtaro heeft hem goed. Tamtaro heeft hem goed. Melanie heeft hem goed. Lynn heeft hem goed. Danny heeft hem goed. Emma heeft hem goed. Celine heeft hem goed. DJ heeft hem goed. Demi heeft hem goed. Jordina heeft hem goed. Dave heeft hem goed. Michael Haan heeft bonuspunten. Sander heeft hem goed. Verlina heeft hem goed. Bonuspunten. Obi Bram Kenobi heeft hem goed. Maar let op je katakana. Die heeft een lange klank nodig. En ja, oké, goed. Tensie heeft hem goed. Ashley heeft hem goed. David heeft hem goed. Michela heeft hem bijna goed. Maar niet helemaal. Jermaine heeft hem goed. De main man. Amber heeft hem goed. Nando heeft hem goed. Ramenga. Ansi heeft hem goed. Jacqueline heeft hem helemaal goed, want ze heeft die lange klank bij de A. Lekker hoor. Gerson heeft hem goed. Kate heeft hem goed. Stefan heeft hem goed. Hoafiet heeft hem goed. Scarlett heeft hem goed met vet voor uitroeptekens. Hoi Tiana heeft hem goed. Amber met foto heeft hem goed. Electric. Heeft hem ook goed. Priscilla heeft hem ook goed. Leonel heeft hem goed. Vera heeft hem ook goed. Jessica heeft hem goed. Jonna heeft hem ook goed. Oh, dat is 2 minuten. Lek? Wauw, dat is echt flink lek. Even kijken. Samantha heeft hem ook goed. Damn, Dunksy? Ilse heeft hem ook goed. Dunksy, hoe ga je nou 3 mensen hieruit kiezen die de manga gaan winnen? Veel succes, vriend. Ik weet echt niet wat iedereen doet zo goed mee. Dus, maar ja, Dunksy is de captain.
Hey, Dunksy, ik ga je demotiveren, man. Demotiveren, noem je dat zo? Ik ga iemand anders promoveren tot captain. Webinar captain. Even kijken. Melissa heeft hem ook goed. Oh, degraderen. Ja, goed zo aanzien. Oké. Okay. Even kijken. Jullie hebben het allemaal goed. Dat was de les. Otsukare. Katsukare. Konnichiwa, Nari desu. Dit is een opname van een live Kotatsu webclass. Wil jij de volgende keer ook bij zijn? Join de Kotatsu Inner Circle Facebookgroep en dan zien we je daar. Ja, ne. Kotatsu Terebi.